Binnenkort zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Stem jij op een kandidaat van de ene kant? Denk je eerder zoals een partij aan de andere kant? Of heb je nog geen idee voor wie je gaat stemmen? Het Nieuwsblad houdt de vinger aan de pols tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Want dankzij ons weet je wat er leeft in jouw buurt. Zo weet je nog beter of je straks links, rechts of ergens in het centrum gaat stemmen. Lees nu met 50% korting op nieuwsblad.be/actie. Kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen, kan dit gesprek opgenomen worden. Dag Ewout, alles goed? Ja, goede deal gedaan gisteren. Ja? Echt waar, ik moest een nieuwe koets kopen voor onze Remus. Ja, Emma wou een nieuwe koets en ja het is kei duur, €449. Zeg, dus een beetje online, van goud zeker? Ja, een klein beetje online research gedaan en had ik er gekocht voor 378. Ah, valasse. Maar het moment dat ik op bevestigen had geklikt, zag ik dat ik eigenlijk het verlengstuk had gekocht voor tweelingen in plaats van een nieuwe koets. Dus ik mail naar die webshop en die zegt gewoon, ah, maar meneer, zullen we wel gewoon een normale koets voor hetzelfde geld geven? Mo. Ja, echt zalig. Wow. En man zei ook van, dit kan enkel u overkomen, Ewout. Ja. Dus keiveel geld uitgespaard. Schitterend. Ja, dus ik ben goed gezind. Als ik dat zo hoor, eigenlijk van lichte paniek naar euforie, jij zat eigenlijk op een rollercoaster van emoties. Ach, Christof, over rollercoasters gesproken. Wij gingen het vandaag over pretparken hebben. Mo, nee, dat is kei toevallig. Joni, start de intro. Vanuit de kelders van het Nieuwsblad zijn dit de vrolijke plekken. Met een euro is alles duurder geworden. De banken, dat zijn dieven. Wanneer wordt ons loon gestort? Meneer, uw kortingsbon is net vervallen. Zeg, dat moet niet op factuur zijn. We regelen dat. Oeh, saldo ontoereikend. Ewout, de mensen zijn het beu om te veel te betalen. Al welke stof, wij gaan daar iets aan doen. Ja, voor de trouwe luisteraar, Bert is normaal onze vaste producer, maar die laat zich vandaag vervangen door Joni. Hè? Ja, dus dat hier allemaal veel vlotter klinkt dan anders, dan ligt dat 100% aan haar. Welkom. Ja, ik wil even tussenkomen. Ik zie dat mijn naam hier, mijn Y, geschreven is. Ik wil wel dat hij... Oei, sorry Joni, het zal nooit meer gebeuren. Joni met een J, we zeggen het voortaan zo. Zeg maar Joni, jij waart hier vorig jaar nog maar als stagiair en nu zit jij op de plaats van Bert. Ja, het kan snel gaan, hè. Ja, ik weet niet of dat iets zegt over Bert zijn plaats of over uw kwaliteiten als producer, maar in ieder geval, zeer hartelijk welkom, Joni met een J. Zeg, en wat is dat omdat Joni hier zit, dat jij er zo vrolijk uitziet? Nee, pretparken, ik vind dat een tof onderwerp. Allee, dat is zo vrolijk. Ja, en we zijn vrolijke vrekken, dus ben jij ook een pretparkfan? Fan is veel gezegd. Ik doe het wel eens graag. Ik ga als volwassene zelf nooit alleen naartoe gaan, maar ik heb kinderen en dan samen is het wel plezant, hè. En, vind ik persoonlijk, moet ik er even bij vertellen, ik vind het plezanter en al bij al goedkoper dan een doorsnee kermis. Allee, je krijgt meer waar voor je geld. Dat is waar. Ik kan er ook echt van genieten van pretparken, maar op voorwaarde dat het deftig aangekleed is. Zoals gezegd, het is leuker dan een kermis. Maar, ik zou graag hebben dat jij ook eens deftig aangekleed bent. Maar... Nee, maar wat ik wil zeggen is, sommige pretparken die hebben gewoon een braakliggend stuk terrein en daar hebben ze 10 kermisattracties op neergepoot zonder enige aankleding. Ja, dat vind ik niet zo tof. Maar van die parken, grote parken zoals Universal Studios of zo in Amerika of Disneyland, ik hou ervan. Echt waar, ik vind het fantastisch. Ja, dan zitten we een beetje op dezelfde lijn. Nu, ik zei dat net, ik vind het al bij al goedkoper dan een doorsnee kermis, maar goedkoper, maar het blijft wel duur. Ach, pretparken zijn duur. Ja, of toch niet goedkoop. Je kan ook zeggen van je hebt mensen die €150 geven aan een concert, maar dan klagen dat een pretpark te duur is, dan denk ik aan een pretpark heb je wel een volledige dag dolle pret. Ik geef dan toch de voorkeur daaraan. Ja. Maar ze zijn inderdaad niet goedkoop, want in België heb je 4 echt grote pretparken, zal ik maar zeggen. Hè. Misschien moet ik die even ordenen van goedkoopst naar duurst, wat de kassaprijs betreft toch. Dat is een goed idee. Dus de kassaprijs op basis van 1 volwassene. Joni, misschien kan je meteen eens je arsenaal muziekjes demonstreren. Ja, doe maar van boenke boenke. De officiële pretparkprijzenparade. Op nummer 4. €41
per persoon. Een pretpark van onschatbare waarde. Op nummer 3. Bobbejaanland. 44,9 euro per volwassene. Met zo'n prijzen gaan ze het ver schoepen. Op nummer 2. Walibi. 45 euro per volwassene. 45 euro? Walibi belieft. En op nummer 1. Voor de zoveelste week op 1 Plopsaland met 48,5 euro per volwassene. Plopper de plop, die prijs is bijna even toxisch als de werksfeer. Wauw, dat waren weer pareltjes, Ewald. Ja, jongen, maar wat ik vooral onthoud, 48,5 euro voor Plopsaland, dat is veel geld, hè. Dat is zeker als echt je dan met je hele gezin moet plopping, gaan. Plopping veel geld. Ja, nu hebben we het wel over de 4 grote pretparken in België. Er zijn nog kleinere, hè. De Plopsa Co, Plopsa Indoor, Plopsa veel Plopsa eigenlijk. Ja, ja. Boudewijn Sea Park bijvoorbeeld, dat zijn de iets kleinere pretparken die kosten iets minder dan 30 euro per volwassene. Ja, dat is iets minder, maar dat is natuurlijk ook minder te doen. Dus ja, voor een groot pretpark betaal je wel, ja, dof is, meer dan 40 euro. Dus 41 tot 48,5. Ja, wat wordt het nu over de volwassenen? Voor kinderen is het goedkoper, hè? Ja, dat is waar, Christophe. Maar elk pretpark heeft zo zijn eigen definitie van wat is een kind. Bij Plopsa bijvoorbeeld, kinderen tot 85 centimeter zijn gratis. Tussen de 85 en 99 betaal je 17,99, dus wel minder dan de helft. En vanaf een meter is het gewoon volle pot. Terwijl bij de 3 andere, Walibi, Bobbejaanland, Bellewaarde, daar heb je het kindertarief tussen een meter en 1,40 meter. En onder de meter is het gewoon gratis. Ah, kijk, goed. Dus, dat is goed. Dat is goed. Maar langs de andere kant, een pretpark als Walibi, ja, laat je niet vangen, want dat is een park met attracties, voornamelijk voor kinderen, zal ik maar zeggen, groter dan een meter. Dat zijn wel hevige attracties. Dus je kan daar ook minder doen dan in een Plopsaland bijvoorbeeld. Hoe zit dat met u en uw lengte eigenlijk, Christophe? Mag jij in iets? Ik zou er iets op kunnen antwoorden, maar ik ga gewoon houden op Johan Smetter, gewoon op een tussentune tussenwand. Ja, pretparken. Plezant, plezant, behalve de kostprijs. Hè. Maar gelukkig zijn er tips om zo'n gezellige gezinsuitstap goedkoper te maken. Ewout, wat zeg ik? We hebben er zelfs 3. Ja, 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 Christophe. En pretparken, moeten we ook even duiden, die vallen onder de categorie... The Forbidden Journey. Dat is de klassieker, hè? Ja, ja. In aflevering 2, dat is onze grote kortingaflevering, hebben we het gehad over The Forbidden Journey. En dat zijn winkels, maar in dit geval dus pretparken, waar je nooit of te nimmer zonder korting mag binnenwandelen. Pretparken zijn ook zo. Doe een beetje research, want je vindt echt wel kortingen. Ik geef nu 3 tips om het er goedkoper van af te brengen. Tip nummer 1. Kies je datum uit. Ja, kies je datum wijs. De meeste pretparken hanteren tegenwoordig variabele tarieven. Vroeger was dat niet, hè. Vroeger hadden we een vaste prijs. Ja. Tegenwoordig zit daar een heel systeem achter en weten ze wat dat zo de kalme dagen zijn. En ja, dan is het ook gewoon letterlijk goedkoper. En weet je wat ik daar fantastisch aan vind? Die dagen, hè, is het daar net kalmer. Ja, dus je absurd, betaalt hè? Minder, ja. Het is daar minder druk. En je kan ook meer veel doen. Meer op die attracties gaan. Schitterend. Zalig. Tip nummer 2? Ja. Nummer 2. Speur naar zich naar kortingen. Ja, we moeten het de vrekken niet uitleggen, maar ja, we zeggen het toch nog eens, de olifant in de kamer, speur naar kortingen. Google de naam van het pretpark plus korting. Check de site en de social van het pretpark zelf. Bij supermarkten heb je tegenwoordig ook veel spaaracties. Hè? Altijd goede deals te doen. Ja, en kortingprogramma's via je werkgever, bijvoorbeeld Benefits at Work, of via energieleveranciers zelfs, of je verzekeraar. En dan dingen, groepsaankopen. Ja, 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 ja. Zoals Groupon, hè, een social deal, of zelfs vakantieveilingen. Ja, bij die laatste moet je wel een beetje oppassen, want daar komen altijd nog heel veel onverwachte kosten bij. Soms ben je meer aan het betalen dan de normale toegangsprijs dan. Dus hou het totale kostenplaatje zeker in de gaten. Tip nummer 3. Neem je eigen eten mee. Oh, oh, oh. Eigen eten meenemen? Is dat niet verboden, picknicken in pretparken? Ja, je denkt dat, hè. Maar eigenlijk, ik ben er alle reglementen van de 4 grote parken op nagegaan. Dat is gewoon keihard toegelaten. Er zijn wel 2 regeltjes. Je mag niet picknicken op de terrassen van de restaurants. Dat is maar heel logisch.
En ja, bij Plopsa staat er ook nog, het is verboden in bulk voedselpakketten en of drankpakketten mee te nemen in het park. Dus ik denk dat je daar als vrek niet mag gaan sandwiches verkopen aan andere gasten. Ja, ik weet niet, het klinkt zo bijna zo'n beetje als die voedselpakketten die door de VN worden gedropt in misschien nog wel een idee, met een drone zo, u weet het, laten droppen in een pretpark. Nee. Gertje, here we come. Zeg maar, nu dat we het over vers eten hebben... misschien toch een woordje van onze sponsor? Daar kunt u altijd lekker eten vinden. Hè. Lidl, dat is de supermarkt voor iedereen die telt. Maar ook voor iedereen die centjes telt. Kom daarom uw boodschappen bij Lidl doen. Want daar krijg je de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. En daar worden vrolijke vrekken zoals jij pas echt vrolijk van. Ja, dus neem je gewoon je eigen eten mee, je sandwichje met omelet. En nog een tip van mij, eet dat gewoon op in de wachtrij. Terwijl je staat te wachten, dan maak je van het nuttige iets aangenaams. En dan verspil je geen tijd aan een lunch. Maar ik zou zelfs zeggen, eet het gewoon op de rollercoaster als je er dan toch op zit. Dat kan wel. Is dat misschien wat te extreme? Extreme? Is het altijd voor? Ja. Extreme. Ja, en we hebben een Wreckstream in thema. Ja, het is een mailtje van Toon en die zegt... Toch niet Toon van Legal? Nee, Toon van de luisteraars gewoon. Okay. Hallo Christophe en Ewout, ik luister graag naar jullie podcast. Dat begint al goed, hè? Wie niet. Ik heb ook nog een goede tip als collega Vrek. Als verpleegkundige bij UZ Leuven geniet ik lidmaatschap bij Samen Aankoop KUL. Hierbij kun je aankoopbonnen gebruiken van onder andere bol.com, Colruyt, Zalando, IKEA en andere. Bij bol.com bijvoorbeeld kan je aankoopbons kopen met een korting van 8%. Familie en vrienden gebruiken nu ook deze bonnen die ik dan voorschiet. En Christophe, ik ben eens gaan kijken. Inderdaad, alle grote pretparken die staan daar ook op. Bij wijze van een voorbeeld, Plopsaland, 31,5 euro in plaats van 48,5 euro. Maar dat is een stevige korting. Tellen, dat is 35% korting. Dat is al de moeite, hè? En wie kan er allemaal van genieten? Het is eigenlijk de samenaankoop van de KU Leuven. Nu hoor ik u denken, ja, maar dat is zo'n kleine groep. Ja. Maar je moet weten, de hele associatie van de KU Leuven hangt eraan. Dus ook de Thomas More, alle universiteiten die eraan gelinkt zijn, hangen daaraan. Alle bedrijven die eraan gekoppeld zijn, alle alumni, die kunnen allemaal van die korting genieten. Ah, ja. Dus als je ook maar iemand, een achterneef hebt of iemand in je verre familie die werkzaam is bij een van die bedrijven, kan je daar gewoon op inloggen en kan je tegen voordeel checks kopen of gewoon pretparktickets. Cool. Het is zo'n beetje zoals die werkgevers waar ik het daar juist over had. Doe je voordeel mee. Er staan zo heel veel sites. Dit is een hele goeie, omdat ze echt en masse kunnen korting aanbieden. Maar ik zou zeggen, gewoon. Dat is geen kul. Heb je zelf een iets betere woordspeling of een betere tip, een Wreckstream, stuur hem dan vooral door via Instagram @vrolijkevrekken of gewoon podcast@vrolijkevrekken.com. En misschien hebben we het er volgende week wel over in onze uitzendingen. Wreckstream. Ja, we hebben nu de vier grote pretparken in België gehad, maar er is nog een veelgestelde vraag in onze mailbox, hè Christophe, en dat is... Hoe kan je goedkoop naar Disneyland Parijs? Hmm. Ben jij er al geweest? Ja, maar dat is super lang geleden. Ik denk 27 jaar geleden of zo. Je bedoelt waarschijnlijk... Toen ik nog een zwijntje was. 27 jaar geleden, Christophe. Ik ben de prijzen gaan opzoeken. Hou je vast aan de tafel, want dit kan even een shock zijn. Misschien even een kanttekening. Dus 27 jaar geleden was er nog één park in Disneyland Parijs. Nu zijn er twee. Je hebt het Disneyland Park en je hebt het Walt Disney Studios Park. Ja, ik ben een kenner. Ik ben zot van Disneyland. Maar dus de prijs voor één dag in de twee parken, als je daar gewoon naar de kassa gaat en een ticketje koopt voor een volwassene. Wacht, Plopsa zit tegen de 50. Ik ga het dubbel pakken. 100 euro. Het is... 130 euro. Wat lief. 130 euro? Ja, dat is duur, maar ik vind dat toch nog altijd zijn geld waard. Alleen zo, dat is echt wel een goed park, hè? Ja, maar dat is per persoon toch, hè? Daar zitten shows in, daar zit een vuurwerk in. Allee, dat is allemaal... Ja. Ja, maar ja, met gezin van vier, dan zit je al aan 520 euro. Allee. Zijn de kinderen daar... De kinderen 122 euro, tot 11 jaar. Dus het is niet zo veel korting. Amai, jongen, dat vind ik echt wel... Dat is heel veel geld. Maar,
er zijn ook tips om het goedkoper te doen. Want er is hier op de redactie iemand, Thias, die ook een extreme Disney-freak is. Die gaat verschillende keren per jaar naar Disneyland. Hij gaat er binnenkort ook voor werken. Allee. En ik heb die gewoon geconsulteerd en ik heb die gevraagd, heb jij geen fantastische tips? Vooral het ene pretpark voor het andere eigenlijk. Ja, dus dat, ja. Van Nieuwland naar Disneyland. Fantastisch. Maar ik heb een paar tips opgelijst. Ik heb ook online wat research gedaan. En ik dacht, misschien moeten we die gewoon inleiden met gepaste Disney-songs. Zou dat niet goed zijn? Wat moet ik daarop zeggen, Ewout? Ja. Jij bent de Disney-specialist. Dank u. Laat je gaan. Mijn eerste tip, als je erg ingesteld bent op een periode of een datum, dan kan ik alleen maar zeggen, let it go. Let it go. Ja, zoals we dat juist ook in de Belgische pretpark hadden. Laat je gaan, zei ik. Ja, hier nog veel meer. Speel met die data. En bij Disneyland, daar zijn bepaalde periodes echt wel goedkoper. Bij voorkeur van zondag tot donderdag. Elke week, zondag tot donderdag, is goedkoper, omdat je het weekend er niet bij hebt natuurlijk. Ja, ja. En dan qua maanden zijn de eerste maanden van het jaar goedkoper. Daarna heb je eigenlijk de zomerpiek, wanneer alle kinderen vakantie hebben. Dan heb je september, is ook nog wat goedkoper. En dan begint oktober, Halloween en de kerst. En dan is het weer extreem duur. Ja, het risico is natuurlijk wel, denk ik, als je die eerste maanden van het jaar gaat, dat je met een fleuris van zo'n rollercoaster afkomt, hè, toch? Ja, oké, maar dan kan je wel meer attracties doen voor hetzelfde geld. Je moet er iets voor over hebben, denk je, stof. Ja, zegt de Disney-gek. Tip nummer 2. Ja, we moeten natuurlijk ook nog in Disneyland geraken. En wat is nu het goedkoopste vervoersmiddel? Dat blijft toch nog altijd de auto. De trein is echt wel vrij duur. Ja? Dus ik zou zeggen... Met de huidige benzineprijzen? Ja, ik zou ook wel zeggen... Alleen brandstofprijzen. Zoek u iemand met een bedrijfswagen die gratis kan opladen of kan tanken. Dan is het waarom nog iets kijk je naar mij? Ik weet het niet, Christophe. Ik weet het niet. Wat ook een optie is... Als jij denkt dat ik met u naar Disneyland ga, vriend, denk dan maar op wat anders. Wegsfeer. Wat ook een optie is, die Thias mij voorschotelt, gebruik de Flixbus om gewoon 's nachts naar Parijs te rijden. Ga dan met de trein van Parijs naar Marne-la-Vallée, waar Disneyland ligt. En dan ben je vrij goedkoop. En tegen de ochtend, je kan 's nachts rijden, ben je dan aan de ingang van het park. Yeah! En zo'n Flixbus, dat rijdt al voor 15 euro of zo. Allemaal goed en wel, maar wat is een Flixbus? Ik heb hem in heel mijn leven nog niet van gehoord. Dat is zo'n groene dubbeldekker die Europese steden doet. Vanuit Brussel of Antwerpen kan je dan naar Parijs of naar andere steden. Ah, oké. Okay. Kan dus ook voor naar Disneyland te gaan. Tip nummer 3. Be our guest. Be our guest. Put our service to the test. Tie your napkin round your neck, sherry, and we provide the rest. Soup du jour. Ja, want waar moet je slapen als je in Disneyland... Ja, de meeste mensen blijven daar toch een dag of twee, soms drie zelfs, om alles te kunnen doen. Waar moet je slapen? Ja. Je kan een hotel van Disney zelf nemen. Het voordeel is dan, je tickets zitten erin. En je mag ook vroeger het park binnen. Dus je hebt al een uur extra voorsprong op de andere bezoekers. Maar kun je even onderbreken, Ewout? Die schandalig dure prijs daar van 130 euro, als je daar dan meerdere dagen naartoe gaat, dat is toch niet 130 euro per dag, hè? Je hebt een beetje korting als je zegt van ik koop nu een ticket voor 2 dagen, maar het zal nog altijd wel heel duur zijn, ja. Wacht, dus als je 2 dagen naar Disneyland gaat, betaalde in plaats van 130... Allee, betaalde iets minder dan 260 euro. Ja. Oh, een jaar. Ja, maar nee, serieus. Ja, maar kees, Noah, toch? Arthur... Het zal... Nee. Het zal... Dan wordt het Plopsaland, jongens. Sorry. Als je de Disney-hotels toch te duur vindt, is een hotel in de buurt ook een optie. In Val d'Europe bijvoorbeeld, een plaatsje vlak naast Disneyland. Daar kan je in een Ibis-budget voor een appel en een ei blijven. En je kan daar ook je auto achterlaten. Dat is ook handig, want anders betaal je 30 euro parking voor je auto. Ja, wat. Zeg maar, hebben ze dan dat Ibis-hotel niet gewoon een speeltuintje? Ik wil nog wel met die kleine mannen naar Parijs rijden. En dan wordt van, kijk, daar is een Eiffeltoren. En hier is dus Disneyland. En dan gaan die zeggen, dat ziet er zo klein uit. Ja, maar dan heb je weer die veredelde kermis van dat juist. Hè. Dat doen we niet. Nou, maar het gedacht is veel waard. Die kleine mannen kunnen alles wijsmaken. Tip nummer 4, Christophe. De mensen zijn aan het wachten.
Ja, ook hier neem je eigen eten mee. In Disneyland mag dat ook. Weinig mensen weten het, want als je Disneyland binnenkomt, dan doorzoeken ze bijna alsof je een terrorist bent, volledig je rugzak of je sacoche. Dat is niet op zoek naar eten, dat is op zoek naar gevaarlijke voorwerpen. Dus je kan daar gerust sandwichen met ei van daarnet ook gewoon in deponeren. Flesjes water, zolang het geen glazen flessen zijn, mogen gewoon binnen. Ja, doe dat gewoon. Picknick in het park, ben je veel minder geld kwijt. Ik bedenk me nu wel net, gaat het daar straks over, je sandwichen opeten in de wachtrij. Die sandwichen moeten dus echt wel op voorhand dan gesneden en gesmeerd zijn. Hè? Want als je dat dan... Je mes mag niet mee. Nee. Nee. Zo'n groot mes. Ja, wat is er met een sandwichje te smeren? Nee, dat mag niet. Nee, wil je nog goedkoper eten dan in restaurants van het park, dan kan je ook de restaurants net buiten het park kiezen. Daar is een McDonald's, daar is een Five Guys. Dat zijn keilekkere hamburgers, Five Guys. Daar kan je gewoon voor iets minder geld meer eten, deftig eten. En dan ga je gewoon nadien terug het park binnen. Deftig eten, zegt hij zo. Ik bedoel, Five McDonald's. Guys, heb je al gegeten? Dat is Five Guys, nee, maar dat is echt lekker. Van die Cajun fries. Oh, zo goed. Echt goed. Ja, dat klinkt nu wel goed. Hè. Bien zo stilletjes. Oh. Ze hebben gratis pindanootjes. Uurse? Nee, la. Voilà, tip erbij van Joni Meninje. Pindanootjes bij Five Guys. Kijk hoe. Over naar de vijfde en laatste tip. You ain't never had a friend like me. Mama. Ja. Vrienden, ga in uw vriendengroep op zoek naar een Disney-freak. Meer bepaald... Ik bedenk me net, ja, ik ken er nu wel een sperk dat wij geen vrienden zijn. Nee, maar ik heb het over een echte Disney-freak. Iemand die zo een paar keer per jaar naar Disneyland gaat. Ja. Of als je zelf Disney-freak bent, koop gewoon een abonnement. Na 2 à 3 bezoeken heb je dat er al uit. De duurste abonnementen, dat begint zo bij €369 per jaar. Daarmee kan je minimum 10 goedkopere tickets aankopen voor je vrienden. Ah, dus dat vind ik wel interessant. Jij gaat dan binnen, gratis, nee, je hebt daarvoor betaald, €369. En je vrienden kunnen voor een prikje, ik denk dat dat minder dan de helft van de prijs is, mee met jou binnen. Ewout, ja? Weet je dat ik jou eigenlijk stilaan begin te beschouwen als een echte vriend? Ik heb geen abonnementen, Christophe, dus je moet niet liegen. Oh nee, laat maar. Dus voilà, 5 tips om toch iets goedkoper, hopelijk, naar Disneyland Parijs te reizen. Maar er is één vrouw die we misschien ook nog even moeten horen, Christophe. Joni met een J? Nee, buurvrouw Karen met een K. Aha. Wat gaat ons Karen daarvan zeggen? Christophe, wil je met mij mee naar Disneyland? Als jij betaalt, mogen je kinderen ook mee van mij? Of wacht, nee. Want die mogen nog niet in de Space Mountain en dan staan we om de beurt meer aan te schuiven dan wat anders. Einde citaat. Ga jij met Karen naar Disneyland binnenkort? Ik denk niet dat ik met Karen naar Disneyland ga. Nee, maar ze haalt hier wel een goed punt aan. Aanschuiven. Het is een merde, hè. Je betaalt dan zoveel. Heb je de mensen al zien aanschuiven aan de standaard boekhandel om ons boek te bemachtigen? Nog altijd te koop voor een briekje. Maar in pretparken, ja, en de pretparken beginnen daar zo wat systemen voor te bedenken. Je hebt in veel pretparken al een single rider queue. En wat? Ja, dat is als je het niet erg vindt om met een ander gezin samen te zitten bijvoorbeeld, dan kan je in een single rider queue en dan zetten ze je gewoon op de vrije gaten in andere wagentjes die niet opgevuld geraken. En dan raak je meestal, moet je maar de helft van de tijd aanschuiven als in een normale rij. En bij Disneyland is er nog iets, de rider switch. Klinkt allemaal zo bizar, maar ja. Ik heb het recent maar ontdekt. Maar als je nu met 2 ouders en 2 kinderen gaat, en die 2 kinderen die mogen nog niet op de hevigste attracties, maar je wil daar als ouder wel op, dan kan jij gewoon alleen aanschuiven. En dan zeg je aan de mensen, ik wil gebruik maken van de rider switch. En als jij dan uit je karretje komt, dan mag je partner gewoon meteen, zonder aan te schuiven, jou opvolgen en de attractie doen. Dan kan je beurtelings op de kinderen letten. Dat je niet allebei heel die rij moet doen. Omdat je, iemand moet altijd op de kinderen passen. Hè. Maar dat heet dus de rider switch. En je kan dan gewoon vragen aan de ingang van de attractie. Ze gaan je dan meteen toestaan. Misschien dat ik dan toch eens met Karen en de kinderen... Nee. Dat is geen goed idee. Nee. Misschien naar de speeltuin om de hoek. En je vraagt aan Karen €130. Omdat het toch alleen alles duurder geworden is. Ja. Over duurder gesproken, we moeten nog tellen vandaag, Christophe. Ja, wij zaten daar juist samen in de auto. We hebben een interview gegeven voor de Oost-Vlaamse regionale televisie. Ja, weer een hoogtepunt in onze dienstcarrière. Die weten wat topboeken zijn en wie ze moeten uitnodigen natuurlijk. Maar jij sprak me over jouw kuisrituelen en dat je toch heel vaak kuist thuis.
Ja, 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 ja. Is daar een reden voor? Daar zijn twee redenen voor. Twee redenen. Ik heb een spierwitte vloer en ik heb een zeer vuile hond. En dat is een combinatie, dat kan ik niemand aanraden. Oei, dan gebruik je waarschijnlijk liters allesreiniger per jaar. Oké, want daarover gaan we het nu hebben. Mr. Proper, vloeibare allesreiniger voor de vloer met citroenaroma. Die zit in een fles niet van 2 liter, nee, van 1,9 liter. Om je zo'n beetje te misleiden, zo, hè. Shrinkflation. Echt waar. €4,25 kost zo'n fles, of 2,24 per liter. En dan heb je de W5 citroen allesreiniger van de Lidl. Ah, die gebruik ik. Ja, voilà. Die kost 95 cent per 2 liter. Dat zit dan wel in een mooie 2 liter fles. Bizar eigenlijk, hè? Bizar, hè? 48 cent per liter. Nu, ik weet niet, Christophe, hoeveel dat je per jaar verbruikt, maar ik heb hier even grof ingeschat. 12 liter per jaar. Is dat... Dat zou kunnen, ja. Ik gebruik veel. Ik gebruik ook zo'n dopje per... Nee. Die dopping gaat eraf en dat is echt zo scheutend erin. Echt, Met één dopje water waarschijnlijk. Ja. Dus ik heb gewoon 12 liter per jaar gekocht. Die citroengeur moet het halen van de bobtailgeur, hè. Je moet dat verstaan. Hè. 12 liter per jaar, dan ben je... Elk jaar, als je met Mr. Proper kruist, zomaar eventjes €21,12 aan het wegsmijten. Ja, maar hoe, jong? En dat ruikt even goed naar citroen, hè? Zeg maar, regent dat een keer uit op 10 jaar voor dramatisch effect? Ah ja, wacht, rekenmachine. €211,20. Hey, voor gewoon dezelfde proper vloer, hè? Met een vleugje bobtail. Wij zijn nog steeds Christophe en Ewout en Joni met een J. En al jullie reacties of ultieme geldtips, die zijn welkom op Instagram @vrolijkevrekken of via podcast @vrolijkevrekken.com. Als je genoten hebt van de aflevering, vergeet je dan zeker niet abonneren. Ja, en wil je meer lezen over geld en besparen, surf dan ook eens naar nieuwsblad.be/vrolijkevrekken. En nu we het er toch over hebben. Ons boek Vrolijke Vrekken, besparen was nog nooit zo leuk. Nog altijd te verkrijgen in de boekhandel. Je bent toch een goede commerçant, hè? Ja, maar ja, dat moet verkocht geraken. Dat is waar. Ja, dat is waar. Mijn ma heeft er al 20 gekocht. Ja, maar ja. We moeten echt aan de 45 geraken, hè? Ja, we moeten boven dat gemiddelde geraken. Ja. Zat. Tot volgende week allemaal. Vrolijke Vrekken is een podcast van het Nieuwsblad met de steun van Lidl. De stemmen die u hoorde zijn van Christophe Bogaerts en van mezelf, Ewout Huismans. De productie is in handen van Bert Heijvaart. Nee, van Joni met een J. En de montage gebeurde door House of Media. De Vrolijke Vrekken zijn professionele onderzoekers. Gesprekken in deze podcast vormen geen juridisch of financieel advies. We worden geen juridisch mishandeld bij het maken van deze uitzending.